Is het artikel voor de Maarten klaar? Want je hebt over Rutte een stuk gemaakt. Nee. Ik ben nog steeds bezig aan mijn Rutte stuk. Oh, dat wordt wel lang dan. Nee, want ik ben net begonnen met schrijven. Oh, je hebt eerst research gedaan. Ja, ik weet dus een beetje hoe het stuk eruit moet zien. Dat kan ik straks wel kort uit de doeken doen. Ja, al zullen mensen dan weer minder gespannen wachten op het verschijnen van de nieuwe Maarten. Als ik eerst heb uitgelegd wat ik zo'n beetje over Rutte ga schrijven. Ik heb natuurlijk lang gedacht dat Rutte ook inderdaad geen visie heeft. Hè, dat is de klassieke. Hij zegt ook zelf altijd, ik heb geen visie. Maar het probleem met Rutte is dat hij wel degelijk een visie heeft. En dat die in allerlei opzichten gedeeld wordt natuurlijk door de partij waarvan hij de leider is. En dat die visie ongelukkigerwijs enorm veel schade heeft veroorzaakt aan het Nederlandse overheidsgebouw. Om het maar in metaforische termen te stellen. Dus daar gaat eigenlijk dat stuk over. Dus dat Rutte in feite wel een visie heeft. En wat voor soort van visie dat is. En als je even minimale research doet, dan is dat heel goed te vinden wat zijn visie eigenlijk is. En daarvan kan ik iedereen aanbevelen om die H.J. schoollezing te lezen die hij in 2013 heeft gehouden. April 2013. Dat is de zegen van het internet. Je hoeft maar 3 toetsen in te drukken. En hup, daar heb je de hele reden. Je kunt hem op YouTube kunt bekijken. En je kunt de tekst lezen. Alles is mogelijk. En dat is op zichzelf wel komisch ook. Daar begint hij natuurlijk met te zeggen. Ja, ik heb geen visie. Hè. Want kijkt u daar in de hoek staat de olifant van de visie. En de olifant verduistert de juiste blik op de open blik op de toekomst. En als je visie hebt, dan moet je naar de optische. Nou ja, kijk, we hebben al die Sleetse metaforen nou 1000 keer gehoord. En vervolgens ontvouwt hij in die lezing, het is eigenlijk vrij lollig wat je vaak ziet, ontvouwt hij een visie die wel degelijk een visie is. En legt hij uit hoe hij tot zijn politieke ideeën is gekomen. Hij is ergens van begin jaren 60, als ik het wel heb, 62 of zo, misschien nog wat ietsje eerder. Maar goed, hij is zoiets. En hij legt dan uit, ik ben politiek tot wasdom gekomen natuurlijk in de jaren 80. Hij was iemand die geïnteresseerd was in politiek. Nou ja, wat is er karakteristiek voor de jaren 80 natuurlijk? Niet waar het triomfantelijke politieke succes van mensen als Thatcher en Reagan. En wat is de kern van de boodschap van Thatcher en Reagan en anderen natuurlijk? Dat is in feite dat de overheid moet terugtreden. De overheid is eigenlijk een last op de schouders van de burgers. En in werkelijkheid zijn de burgers heel anders dan altijd gezegd wordt. Heel erg zelfredzaam. Je moet ze niet voor de voeten lopen met allerlei overheidsregels en poppenkast. Nee, de overheid moet klein en efficiënt zijn. En dat doen wat een overheid onvermijdelijkerwijs alleen kan doen. Maar daarnaast moet de overheid vooral kleiner. En er moet ruimte gecreëerd worden voor de zelfredzaamheid van de burgers. Dat is het hele idee. En dan geeft hij een aandoenlijk verhaal over de zelfredzaamheid van zijn eigen familie, die niet waar door de stormen van de wereldgeschiedenis opgejaagd er werkelijk een groot succes van gemaakt heeft. Dat je zegt zo, dat waren zelfredzame types zonder meer. En als je natuurlijk naar de wetgeving kijkt van de diverse kabinetten van Rutte, 1, 2 en 3 in ieder geval, ja, we zijn nu bezig aan 4 wat tot op heden een niet bepaald overtuigende indruk maakt, dan moet je constateren dat de belangrijke wetgeving van die jaren eigenlijk steeds gericht was of ideologisch gericht was op zelfredzaamheid. Dat de overheid die moest terugtreden en die kon al die problemen niet zo oplossen. We moesten veel meer overlaten aan de zelfredzaamheid en aan de hulp van vrijwilligers en hoe heet het, die zorgverzorgers ook allemaal, zo'n mooi woord is daarvoor, die zouden het werk moeten gaan doen. En dat kun je bijvoorbeeld zien, neem de participatiewet, het woord zegt het al. Iedereen moest in staat gesteld worden om te participeren in het normale maatschappelijke proces. Laat ik nou even terugkeren naar die visie. Rutte gelooft nog steeds heilig dat hij geen visie heeft, maar het is een hele uitgesproken visie op de relatie tussen burger en overheid. En die zie je dus steeds weerspiegeld in die wetgeving. Dan moet je natuurlijk zeggen, we hebben in Nederland altijd coalitiekabinetten, dus je hebt het niet in zijn eentje gedaan. Hij heeft een partij die, voor zover die partij überhaupt denkt, en ik geloof niet dat het erg veel voorstelt, dat die heeft ook dergelijke inzichten. Maar de VVD heeft natuurlijk tal van partijen bereid gevonden
om met dit programma en deze visie, ik spel het even in kapitalen, niet waar, mee te werken. Met overigens voor die andere partijen de meest heilloze gevolgen. Het CDA is eraan ten onder gegaan. Als je toch ziet hoe het CDA in feite instort in 2006 nog 41 kamerzetels. Ja, dat zijn we helemaal vergeten, maar zo'n 16 jaar geleden. En nou ja, wat is het nu? Het zijn er nog een stuk of 9 of zo, toch? Ja, dat klopt. Ja, dan zie je dus wat een drama dat veroorzaakt heeft. En Partij van Arbeid, idem dito. Dus je gaat met Rutte in zee en je overleeft het niet. Hè? Je struikelt ergens in het Rutte-visieloze gebouw en je breekt je nek en klaar is Kees. En ik zie het CDA niet meer terugkomen op het politieke toneel. Althans in zijn ouderwetse samenstelling en grootte. En de Partij van Arbeid, idem dito, ook niet. Terug naar die wetgeving. Neem nou de participatiewetgeving. Daar waarvan was een van de basisideeën. Ja, ook mensen met een arbeidshandicap van enige aard, die moesten toch in staat worden gesteld om normaal werk te doen. En ook in de normale samenleving en in normale bedrijven te functioneren. We hadden daarvoor, zoals je weet, de sociale werkplaats. Waar ik dacht op het hoogtepunt zo'n 100.000 mensen te werk gesteld waren. Die instroom in de sociale werkplaatsen is per begin 2015 stopgezet. Want het idee was, die mensen die moeten allemaal een plaats krijgen in de, nogmaals, de normale samenleving, in normale bedrijven. En daar is best, die mogelijkheid bestaat best. Je begrijpt ook wat een interessante bezuiniging dit was. Want dat is heel interessant. Bij al dat gelul over zelfredzaamheid, als je even aan de oppervlakte krabt, blijkt het altijd gigantische bezuinigingen mogelijk te maken. Die overigens op termijn zich tegen zichzelf keren en dan moet je alsnog al, nou ja, daar komen we zo over te spreken. Dus ja, die instroom in de sociale werkplaatsen is stopgezet. En ja, dan is de vraag na een paar jaar, heeft het gewerkt? Klopt het ook? Nee, het heeft helemaal niet gewerkt. Want al die mensen met een arbeidshandicap, of althans het overgrote deel van de mensen met een arbeidshandicap, bleek helemaal niet erg zelfredzaam te zijn. Vooral niet als het gaat om psychische of verstandelijke problemen. Dan bleken ze helemaal niet in staat om te werken en dat zelf ook heel goed te weten. Nu is het ook zo dat op dit terrein van de sociale werkplaatsen een gigantische ruïne is ontstaan. Sommige van die sociale werkplaatsen die nog bestonden dreigen allemaal failliet te gaan. En het CDA, dacht ik zelfs samen met de SP, heeft nu een actie gestart dat we echt op moeten houden met deze bezuinigingen. Omdat ze schadelijk zijn voor die mensen waarvoor ze zogenaamd bedoeld waren. Namelijk die veel zelfredzamer zouden zijn volgens dit filosofietje van Rutte en de VVD dan ze in werkelijkheid waren. Dus ja, het heeft geleid tot het feit dat veel meer van die mensen dus niet fijn geïntegreerd zijn in normale banen. Nee, dat die thuis zitten met een uitkering. En dan kun je ze beter in een sociale werkplaats te werk stellen, waarbij ze in feite wel natuurlijk gesubsidieerd werk doen, maar ze doen werk, ze zijn geïntegreerd, ze zitten niet thuis. Maar ja, dat was duur, dus daar zijn ze vanaf 2015 mee gestopt. En nu zul je zien dat ik denk dat die initiatieven van CDA en SP breed gesteund zullen worden tenslotte. En dat dit dus een volstrekte mislukking is geworden. Dan hadden we de WMO, hè? De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Die is gedecentraliseerd. Dat was eerst een overheid, van de centrale overheid. En nu is dat naar de gemeentes is dat gegaan. Waarbij sommige gemeentes dat wel deels wel aankonden en andere helemaal niet. Daarbij zijn onder andere, het basisidee was ook weer, mensen zouden zelfredzaam en wel thuis moeten blijven wonen. Dat was het idee, want het is veel goedkoper als ze thuis blijven wonen dan wanneer ze geïnstitutionaliseerd moeten zijn. Het zij in verzorgingshuizen, het zij in verpleeghuizen. Al is er bij verpleeghuizen vaak een veel hardere noodzaak om ze op te nemen, omdat ze niet thuis kunnen. Dus het idee was, we breken een deel van die verzorgingshuizen af. Er zijn er 800 gesloten. Van de 2000 zijn er 800 gesloten. Met het idee natuurlijk, die mensen kunnen allemaal prima thuis blijven wonen. En, neem mij en mijn echtgenoten. Wij zijn een ontzettend oude knarren. En wij wonen nog thuis. Zei dat ook wel wat kost. En dat is
komt dus nu niet op kosten van de overheid, maar op onze eigen kosten vanzelfsprekend. Of wij dat nog veel langer kunnen volhouden, is maar de vraag. En wat blijkt natuurlijk in de praktijk? Blijken heel veel van die oude mensen helemaal niet zelfredzaam genoeg om langdurig thuis te blijven wonen.